Alright. Ja, ik ben zelf heel erg supporter van voetbalsupporters. Echt, de max. Vooral hooligans. Oh, jongens, met een gekke fratsen altijd. Als die mannen bezig zien, ik moet altijd lachen. Om de verkeerde reden, maar ik moet altijd lachen. Die hebben ook altijd zo'n naam voor zichzelf bedacht. Die van Racing Genk bijvoorbeeld, de harde kern van Racing Genk. Dat zijn de hooligans van Racing Genk, de harde kern. Die noemen zichzelf de ultra's. De ultra's. Dat zou stoer moeten zijn. Als ik iets met het woord ultra associeer, is het super absorberend maanverband. Er moet toch volgens mij zo'n ultra bestaan, zo'n genkhooligan, zo'n patser. Je kent dat wel, van die fitnessboys. Zo'n gast met zo'n brede armen en dan als tatoeage op zijn bovenarm het logo van de Racing Genk. En dan de tekst, once ultra, always. Ultra. Die moet volgens mij toch bestaan. Maar ik weet ook niet wat ik schrijnender moet vinden. Zo van die hooligans die soms de boel vreder in verzieken. Of als ze naar een jeugdwedstrijd van eender welk ploesje in Vlaanderen gaat kijken. Wat daar soms door ouders langs de zijlijn wordt geschreeuwd. Dat is niet normaal. Dat is echt niet meer normaal. Ik was naar mijn neefje gaan kijken en ik hoorde gewoon een moeder roepen van... Breek zijn benen, Kenny! Dat ik dacht van wie noemt zijn kind tegenwoordig nog Kenny? Ik speel zelf wel een klein beetje amateurvoetbal, maar ik ga eigenlijk nooit naar het stadion voor een wedstrijd te volgen. Dus ik kan het niet aan. Ik kan het echt niet aan. Ik vind het verschrikkelijk als zo een ploeg voorstaat. Het is nog 20 minuten te spelen. Die ploeg wat voorstaat gaat echt alles doen om zoveel mogelijk tijd te trekken. Nou, iedereen kent het fenomeen. Zo'n gast krijgt een licht duwtje. Je hebt de grond liggen kermen alsof God weet wat is gebeurd. Dan komt een verzorger met een waterzak. Even met een spons. Hup, sta op en loop mirakel genezen. Van die flauwekul ziet je een wielrenner toch nooit? He, zo'n gast gaat keihard op zijn bakken met zijn fiets. Je staat recht van waar is mijn stuur, waar is mijn remschijf, waar is mijn knieschijf en we gaan verder. Kom! Met mijn voetbal zit dan vol met van die aanstellers en dan vind ik van als je toch gedraagt als een kleuter, moet je ook behandeld worden als een kleuter. En wat doen mama's met kleuters die denken dat ze pijn hebben? Geef een kusje, moederke zelf, voilà, ik hoor het, moederke zelf. Dat moeten ze in de voetbal ook verplichten. Tuurlijk, voor zo'n vol voetbalstadion, de eerste die neergaat, comedie begint te spelen, dan mag de verzorger naartoe, zonder waterzak, alleen maar moedertjes afsmeren. Zo snel gedaan zijn eigenlijk voor die flauwekul. Oeh, pijn in je knie. Alsjeblieft, jongen. Oei, 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 oei. Pijn in je enkel. Alsjeblieft. Bal tegen je kloten gehad. Eerste zalf, smeer zelf maar. Gaan we niet doen.